Waarom Rusland en China strijden om invloed in dezelfde landen? In het Westen denken we dat het om ons draait. Maar ken je Centraal-Azië? Dat is al eeuwenlang speelbal in een geopolitiek spel. En dat hebben Rusland en China heel goed begrepen. Ik leg het je uit. Even beginnen bij het begin. Centraal-Azië bestaat uit Afghanistan, Oezbekistan, Kazachstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan en Pakistan. Een groot deel daarvan behoorde tot de voormalige Sovjet-Unie. En ook al zijn de landen sinds 1991 onafhankelijk, de invloed uit Moskou is nog steeds heel groot. Het gebied heeft een strategische ligging ingeklemd tussen China, Rusland en het Westen. Maar de stannen, zoals de landen ook genoemd worden, hebben een enorme energievoorraad. En waar geld verdiend kan worden, daar duikt China op. De expansiedrift van de Chinezen vindt zijn bodem in Centraal-Azië. Met het uitrollen van Xi Jinping's nieuwe zijderoute hebben infrastructurele investeringen, miljarden leningen en lucratieve contracten voor energie en grondstoffen de stanlanden een alternatief geboden voor de invloed van Rusland. Maar het brengt ook economische en politieke afhankelijkheid. China verlangt dat de stannen de veiligheid in hun regio garanderen om zo de economische samenwerking te kunnen laten floreren. En dus neemt de onderdrukking van etnische minderheden toe en daarmee ook terrorisme, wat vervolgens weer leidt tot nog strengere repressie. En dat terwijl veel jongeren in de landen juist verlangen naar democratie en de vrijheid, zoals in het Westen. Dit is dus een perfecte kans om onze blik meer te richten op dit zeer interessante gebied.